In Hattem speelde PEC Zwolle vrijdagavond tegen Genschler Birli. En Zwolle probeerde deze avond haar ongeslagen status in de voorbereiding te behouden. En PEC Zwolle neemt het initiatief. Met de lange bal op Younes Mokhtar. Linksbuiten neemt aan, zoekt zijn tegenstander op, bereikt de 16 meter met de voorzet. De kopbal van Partyshek en de omhaal van Mustafa Saimak gaat over. Maar zo laat PEC Zwolle zich gelijk zien in deze wedstrijd. Dan de vrije trap genomen door Jafru. En deze bal gaat net naast het doel van PEC Zwolle. Maar PEC Zwolle blijft de aanval zoeken. Schenkeveld. Saimak. Mustafa Saimak. Younes Mokhtar. Mustafa Saimak kan verder. Wordt neergehaald in het strafschopgebied en een penalty voor PEC Zwolle. Is het Erik Bakker die deze strafschop gaat nemen? En de middenvelder schiet keurig raak in de rechter onderhoek en zo komt PEC Zwolle op een 1-0 voorsprong. Thomas. Partyshek. Mokhtar. De bal op rechts op Younes Namli. Zoekt zijn man op. Het hakje op Erik Bakker. De voorzet op Partyshek. En dan is het Younes Mokhtar die er 2-0 van maakt. De tweede helft. De bal op Elvis Manu. De aanvaller zoekt zijn rechterbeen en schiet net over het doel van Diederik Boer. Kalili vanaf links. Met de voorzet. De mogelijkheid voor Skuletic. Maar de nummer 32 schiet over. Zwolle dringt ook nog aan in de tweede helft. Met Nijland. Stef Nijland. Vindt Mustafa Saimak. Het hakje op Erik Bakker. Maar die weet het doel niet te vinden. En zo eindigt deze wedstrijd in een 2-0 overwinning voor de Zwollenaren. Ben je tevreden over het resultaat en het spel? In grote lijnen wel. Ik denk dat het heel duidelijk is wat we willen doen. En de manier van voetballen en ook verdedigend hoe we druk willen zetten. Dus daar ben ik zeker tevreden over. Alleen in elke wedstrijd zijn er weer aandachtspunten die beter kunnen. Merk je ook dat de vaste lijnen in de ploeg steeds beter tot uiting komen? Ja, zeker. We trainen er heel veel op. En ik denk dat je het ook met de wedstrijd ook ziet. De tegenstander vandaag was ook veel sterker dan de vorige tegenstanders. En je ziet gewoon dat we voetballend gewoon iedere keer eruit komen en tot goede oplossing komen. En zo ook goede doelpunten maken. Het is ook de bedoeling dat we daar steeds weer stapjes in maken. En het zal ook wel eens een keer wat minder gaan, maar zolang we maar weten waar we mee bezig zijn en die duidelijkheid er is. En dat is denk ik het belangrijkste. Dan kan je elke keer weer daarop terugkomen en zeggen wat er fout is gegaan. En omdat iedereen weet waar we mee bezig zijn. En nogmaals, er zit een goede progressie in. En dat moeten we steeds verder gaan uitbouwen. Je speelt nog 2 wedstrijden tegen Volendam en tegen Cambuur. Zijn dat dan die wedstrijden die je echt ingaat richting de competitie? Ja, je komt dichterbij. En er zijn een aantal posities waar je nog aan het kijken bent. En ook, dat heeft ook te maken met wel of niet fitheid. Maar in principe denk ik dat de jongens... goed, vandaag waren er een hoop die 90 minuten moesten spelen. Helaas hebben we dat niet gehaald. Het was geloof ik 86 minuten. Maar je gaat steeds natuurlijk dichter naar de competitie toe. Dus dan ga je proberen wat meer vastigheid erin te brengen, ook qua personele bezetting.